Dit is een hartje. En daarop staat voorspel en meer dan 100 uitdagingen voor een spannend voorspel. En ik glij, want we hebben een hele grote trap. En ik glij zo naar beneden. En ik had de hond in mijn handen. Wacht, tering. Ja, jongens, we hebben kaas of zo of iets. Maar het is open hoor, dat heb ik niet gedaan. Krijg ik dadelijk weer de schuld. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Jennifer en het is vandaag maandag. Ik heb nu even pauze van online les. En om 5 uur moet ik trainen. Lekker, met sneeuw buiten en alles, maar we moeten door. Mijn trainingsoutfitje die ik vandaag aan heb, is dit topje, een sport-BH eronder en deze broek. Dat is van dit stofje, kunnen jullie dat zien? Ja, dus dit. Dus die is echt super leuk. Die had ik in vorige week vlog, had ik die nieuw binnen. We hebben net een pakketje binnengekregen van Fendi, maar... echt super grote doos. En volgens mij hebben we niks besteld. Dus laten we even gaan kijken. Het pakket dat we binnen hebben gehad is dus dit hele ding. En er staat Fendi op. Maar ja, wat dat dan is, geen idee. Schaar. Kijk dan. Ik weet niet wat dit is hoor. Er staat helemaal mooi zo Fendi op dit papier. Wat is dat? Oh my god. Heeft mijn moeder wat besteld? Oh. Ik ben het echt helemaal aan het slopen. Oh, kut. Oh, kut. Oh, ik ben echt Ja, jongens, we hebben kaas of zo of iets. Maar het is open hoor. Dat heb ik niet gedaan. Krijg ik dadelijk weer de schuld. Familie van Daalhuizen. Kijk nou, het is helemaal open en nat, kill. Super lief, maar die olijven zijn open. Oh, of die tomaten. Oh, kijk dan, is gewoon kapot. Oh, wat vies. We hebben dus ook een brief gekregen, een kaart erbij. Daarop is meer uitleg. Lieve familie van Daalhuizen, hierbij een kleine selectie Italiaanse lekkernijen voor jullie. Geniet ervan. Liefs. En dan een paar namen van de Fendi-verkopers die we kennen. Ja, super lief. De post is er dus niet zo rustig mee omgegaan. Maar kan gebeuren. Dit gaan we in ieder geval allemaal lekker opdrinken en opeten. Helemaal top. We hebben onze sportoutfitjes aan. Pata's. We zijn mijn oude, dus rustig maar. Geen stress. Ik ben al een tijdje thuis van trainen. Het was pittig. Ja, het was wel echt heftig. Het was koud ook. En we hebben gekickboxd. Dat was echt weer top. Vandaag ging het een keertje goed. Maar ik had ook nu onder mijn handschoenen. Van dat, ja, wat je om je knokkels en zo kan doen. Dus dat was veel beter voor mijn vingers. Nu heel even huiswerk maken. En daarna lekker in bad. Want ik heb het koud niet normaal. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb vandaag wel school, maar ik ben afgemeld. Want ik moet zo naar Den Haag om 10 uur met mijn vader voor mijn huid naar Bergman Kliniek. Want ik heb zoals jullie weten lichttherapie en ja, daar heb ik nu een controleafspraak voor. De patta's van vandaag, deze klompen. Maar er zitten in deze schoenen dus zeg maar gaten. Kijk, jongen, een zwarte sok komt er doorheen. Dus dat wordt lekker koud. Ik neem dit koekje mee voor onderweg. Die verkopen wij in de Jumbo van Koffielicious. Echt top. Ah.
ik ben ready. Ik heb water, een koekje in mijn tas. Let's go. Hallo? Hallo? What the fuck, Gail? Ik hoor dus al heel de tijd hoor ik gek geluiden en dingen omvallen. Maar ik dacht, is het sneeuw? Maar net was het echt tand hard. Ik heb net helemaal in paniek mijn vader gebeld. En die zit met mijn moeder bij de tandarts. Dus wel hier vlakbij. Dus ik zeg helemaal, ja pap, ik hoor helemaal enge geluiden. En dan hoor ik een hele harde klap. En dan, mijn hond hoort dat dan ook. En die gaat dan helemaal blaffen. En helemaal bij de trap kijken. Dus ik raak dan nog meer in paniek. Want ik denk, als mijn hond het ook al hoort, wat moet ik hier dan mee? Maar mijn vader zegt dat dat waarschijnlijk ijs is wat van het dak valt. Maar alsnog vind ik het echt een beetje eng. Ik durf echt niet naar boven. Echt niet. Mijn vader komt me redden. CDC. Je bent mijn redder. Ik moet even naar boven voor mij. Het is er gebeurd. Je hoort het ook op de video. Want ik ging helemaal bijna huilen. Ging daarheen lopen. Ja, mama, ik zal er zijn te komen zonder de auto van haar. Want ging ik helemaal daarheen lopen. En toen ik daar was, hoorde ik een hele harde klap. Want als er dan wat gebeurt, dan hebben jullie bewijs op de camera. Dat is de sneeuw die valt van de dak naar beneden. Ben ervan niet. Ben ervan wel. Want ik had heel lang de deur niet op slot gedaan. Dus ik dacht dat iemand naar binnen was gegaan. Ah! Nee. Pap, kijk nou alsjeblieft even serieus. Hij is neer. Kijk nou even daar. Hij was het. Kut, het is veilig. Het is inmiddels 9 uur en de dermatoloog was helemaal top, licht en werk. Dus ik ga daarmee door. Het is 9 uur 's avonds en ik heb trek in brownies. Dus die ben ik nu aan het maken. Let niet op mijn nagels. Hou je bek even. Want die moet ik echt snel gaan doen. Oh, nagelsblond. Ik mis jullie. Het is vandaag woensdag. En zoals jullie zien heb ik echt voor het eerst mijn haren gedaan voor school. Maar dat komt omdat ik het gisteren na het wassen niet gefeund had. Dus dan ziet het er echt niet uit. Dus dan moet ik dit wel doen. Vandaag heb ik zo een mesh top onder een t-shirt gedaan. En gewoon een spijkerbroek. Wakker worden. Ik moet echt bijna weg al. Mag ik je vinden? Ja, tuurlijk. Mama mag niet rijden nu. Oh ja, tuurlijk. Ik kom gelijk, schat. Waar moeten we rijden? Gewoon nu opstaan. Ik sta ook op. Hoe laat moeten we weg zijn? 5:30. Okay. Hij blijft echt nog 10 minuten liggen. We hebben nu scheikunde proef, jongens. En kijk, we moesten die blaadjes zo laten zinken. En dit is mij gewoon gelukt met Lau. 40 rondjes zo uit die blaadjes. Oké, doei. Nu moeten we met z'n drieën veiligheidsbril op. Want staan branders aan. Komt helemaal goed. Isabel laat het bakje vallen. Gaan we nog steeds schoonmaakservice, hè, verdomme. Oké, jongens, ik ben thuis van school. Was niet zo'n lang dagje. Maar er ligt natuurlijk nog superveel sneeuw. Want kijk bijvoorbeeld op mijn balkon. Waarom is het zo overbelicht? Ja, het is echt nog superveel. En ik heb nog helemaal niet met vrienden of zo sneeuwballen gegooid of gesleept. Ook niet dat dat mijn leeftijdscategorie is. Maar joh, we zijn jong, we moeten genieten. Dus, wij hebben zeg maar een soort park, Sophia Park hier. En daar heb je heel veel heuvels. Dus daar gaan we naartoe met 3 vrienden. Nikita, Thomas, Laura. En dan komen we daar ook wel mensen tegen. Gaan we een beetje sneeuwballen gevecht houden en zo. Super grappig. Ik zei al tegen Thomas van, ja, ik ga wel gewoon iedereen bekogelen die daar is. Ook al zijn het alleen maar peuters. Dan wordt het gewoon een peuterspeelzaal tegen VWO 6. Let's go. En het outfitje wat ik aan heb is heel veel. Ik heb een thermoshirt aan.
Ik heb een t-shirt aan en deze dikke trui. En ik heb een sportlegging aan en ik heb sokken aan en daarover nog deze dikke sokken. Ja, we gaan dit gewoon doen. En ik ga handschoenen, mijn voetbalhandschoenen zijn wel dik. En een tasje neem ik mee. Geld voor de warme chocomel. Laura neemt een slee mee, 2. Oh, wat leuk. Ik heb er wel echt zin in. Maar ik weet nu al dat ik het echt al binnen 10 minuten koud ga krijgen en dat ik naar huis wil. Maar ik ga het lang volhouden door de kou heen. Ik heb al super lang deze Louis sjaal. Maar ten eerste ga ik nooit naar buiten als het koud is. En ten tweede weet ik niet zo goed hoe ik hem moet dragen. Dus ik zag op TikTok, zag ik iets leuks hoe je hem kan dragen. Dus dat ga ik nu even uitproberen. Volgens mij is het gewoon een normale sjaalmethode hoor, jongens. En ik doe het zo meteen bij mijn jas. Maar volgens mij dan zo. Even wachten. Tering. Zo, dat ging bijna goed. En dan deze zo onderdoor. Ja, dit is het. Niet hoor. Ik hou niet van winterkleding. Ik wil gewoon mijn jurkje dragen. Maar we zijn dus nu bij Sophia. En er zijn eigenlijk alleen nog kindjes. En ik wil wel gevechtige kindjes doen. Maar het is misschien een beetje zielig. Niet dat ik ga winnen. Maar, hè? Maar niet uit. Mooi hier hoor. Ik wil eigenlijk wel een foto. Mooi hier. Ik wil echt wel een foto zo meteen. Die blokken doen we dus eigenlijk denken aan dat hele monument. Ja, Duitsland. Duitsland. Ja. Oké, kom. Nikki, doe het even voor. Oké. Let's go. Wel van die kant. Want anders ga je zo de straat op. Ja, maar dat maakt niet uit. Content. Ik wacht, ik pak even een mooie hoek. Je ziet echt mijn balletje zo in de zaal. What the fuck? Zeg je. Jeet, wanneer filmt hij? Zo rood. Hij filmt nu. Ja, hij filmt. Take 1. Vamos. Ja. Nou, wat een hoogtepunt. Heftig. Praat hij nou tegen mij of tegen dat kind? Kindje. Oh. Nou, Koen. Waar is het? Ah, hij gaat! Vallen! Klootzak! Ik ben al een tijdje thuis van sleeën en alles, want het was super koud. En ik had echt bevroren handen en tenen. En toen had ik wollen sokken aan. En toen was mijn broer even thuis gekomen en toen ging ik even doei zeggen. En toen liep ik naar beneden en toen ben ik zo hard van de trap gevallen. Echt heel erg hard. Nu lach ik, maar dat was echt niet grappig. En mijn moeder, die zag me liggen in de gang en heeft me alleen maar uitgelachen. En mijn broer ging me eerst nog helpen, maar daarna ging hij ook, kon hij niet meer stoppen met lachen. Jongens, ik ben dus van de trap gevallen, zoals ik net al zei. En ik heb echt heel erg gehuild, dus ik heb helemaal mijn eyeliner onder mijn ogen en alles. Maar het doet echt. Kijk, het zag er misschien grappig uit voor mijn broer. Want die stond in de gang. Die wilde net de deur uitgaan. En ik glij. Want we hebben een hele gladde trap. En ik glij zo. Zo naar beneden. En ik had de hond in mijn handen. Dus die stuitte er ook helemaal mee. Maar ik heb nu echt een hele blauwe zijkant van mijn onderbeen. En hij is heel dik. En ook heel mijn heup ligt open. Ja, is echt heel kut. Maar ik had dus deze sokken aan, omdat ik echt bevroren tenen had. En toen lag ik heel de tijd in bed. Toen hoorde ik mijn broer dat hij wegging. Dus ik wilde even naar beneden, even snel doei zeggen. En ik weet niet, het ging zo snel en ik lag opeens op de grond. En voordat die vent wist wat er gebeurde, lag ik op de grond. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik ben gisteren dus van de trap gevallen en ik heb echt nog steeds super veel pijn aan mijn been. En het voelt echt nog beurzer aan dan gisteren. Maar goed, ik had gisteren mijn haar gekruld. Even kijken hoe het er vandaag uitziet. Auw. Oh.
denk even wat plukjes erbij krullen, maar verder is wel goed hoor. Ik krijg heel vaak de vraag welke steltang ik gebruik. Ik gebruik deze. Past bij mijn kamer met goud. Niet dat ik in mijn kamer maar doe, maar goed. Ik weet niet welk merk het is. Oh wel. OG. O-G-E streepido. Dus, en hij is echt heel grote diameter. Voordat ik anders weer een opmerking maak. Oké, mijn haar is klaar. Het is wel echt mooi geworden. En ik heb niet maar één of twee plukjes erbij gekruld. Ik heb gewoon weer even heel snel mijn haar opnieuw gedaan. Leuk. Het is nu 9:05. Kut. Ik moet om 9:00 weg en ik heb echt nog niet gegeten. Maar het was ingepakt. Mam. Ja? Kom je? Ja, kom. Oké, jongens. Ik ben thuis van school en ik heb een Valentijnscadeautje binnengekregen. Oh my god, jongens. Ik kom net thuis van school. En ik heb een pakketje. Maar ik dacht, ik heb volgens mij nu een keertje niks besteld. En ik maak het open. Een hartje. Dus volgens mij is het een Valentijnscadeautje van iemand. Maar I don't fucking know wie dat naar mij gestuurd heeft. Misschien staat hierop van wie dit is. Nee, dit is alleen een retourlabel. Maar jongens, ik weet niet of ik dit op internet kan laten zien. Maar kijk, dit is een hartje. En daarop staat voorspel en meer dan 100 uitdagingen voor een spannend voorspel. Maar wie de fuck heeft dit naar mij gestuurd? Want een vriendje heb ik niet, dus ik weet niet. Dit is wel heftig. Ik weet niet op wat voor kant dat opgaat. Opdrachten op witte papiertjes zijn voor hem, die op de roze papiertjes voor haar. De gele papiertjes zijn opdrachten waarbij voorbereiding nodig is. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb alleen mijn online les. Ze moeten mij weer hebben hoor. Ja. Zal het niet zo zijn? Ik wil me gewoon. Ik moet leren, maar ja. Geen zin. Niet doen. Oh, yeah. Zijn kamer bij me. Dan doe je iets goeds. Hou je mond. Ga maar niet praten, dan verpest je alles weer. Jacob en de andere kinderen zijn hier. Jacob is weer FIFA aan het spelen. En hij maakt de goal. Jij toch? Ja. Goed zo. En ik ga vandaag bij Jacob en Olivia en Chloe slapen thuis. Dat is leuk, hè? Maar je moet geen last hebben van Chloe, schat. Ik ga alleen maar. Echt? Aandacht zoeken, alles. Uh-oh. Maar gaat ze zeg maar in onze kamer? Nee, maar als ze bang is, hoor je opeens mama. Bang. Maar dat is niet erg. Maar dan hoor je zomaar in een paar uur s'nachts van je mama. Maakt niet uit, kan ik wel tegen. Maar waar gaan we ook alweer slapen? Olivia's kamer. Oké, okay, leuk. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben alweer thuis. Het is inmiddels 1:00. En ik heb gelijk weer nieuwe pakketjes binnengekregen. Ik heb dus een nieuwe broek. Die had ik op TikTok gezien. Een soort pantalon. Het is echt heel erg mooi. Ik heb hem van de ASOS. Yay. En ik heb een nieuwe concealer binnen. Ik heb die al van Too Faced. Heb ik al. Dat is deze. Maar deze is te geel voor mij. Dus nu heb ik hem in een warmer kleurtje. Dat is deze. In de kleur nude. En ik heb weer een nieuwe Dior foundation. Die had ik ook al, maar die vond ik weer iets te oranje geworden. Dus die heb ik nu een half tintje lichter. Ik heb nu die concealer op en ik vind hem echt mooi. Wauw. Ik doe het zeg maar alleen onder mijn ogen, want ik heb hele erg ballen altijd. Ik sla niet uit. Dus ik ben er echt blij mee. Want als je zeg maar geen foundation op doet en alleen concealer, dan kan het heel snel zijn dat je dat witte ziet. En dat vind ik echt heel leuk. Maar dit vind ik echt mooi.
Oh, en het is trouwens zaterdag vandaag. Oké, jongens, ik wilde dus een foto maken met deze broek. En ik wilde dan natuurlijk niet die trui erop. En ik heb dus zo'n body. Ik ga niet borsten op YouTube zetten. Van Gucci. En ik dacht met zo'n couvertje. Oké, jongens, mijn moeder gaat nu eventjes foto's van maken. Hier is de plek. Let's go. Nee, maar dit komt er niet op. Ik zag dat net ook dat het er niet op kwam. Oké, jongens. Ik heb dus een tijdje geleden... Twee dagen geleden heb ik een soort whitening kit besteld van tanden. Want ik drink zoveel koffie de laatste tijd. En dat zie ik wel terug op mijn tanden. Dus ik heb een set besteld. En ik heb gelijk navullingen erbij gekocht. Dus laten we het unboxen. En dan gaan we het maar gewoon gelijk doen ook. Het ziet er echt heel fancy uit trouwens. Kijk. Wauw. Ik heb hem in elkaar gezet. Ik heb dit open gemaakt. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ongeveer 1/4. Ongeveer daar. Oei. Maar moet het dan op de zijkant van... Kut. Heb ik dat ding weer weggegooid? Ik denk op de zijkant. Oké. Dus ik doe ook maar wat. En dan een beetje uitsmeren, denk ik. Hoop ik. Oké, jongens. Goedemorgen, het is vandaag zondag en Valentijnsdag. Ik doe zomaar blij, maar ik heb, zoals deze afgelopen 17 jaar, geen Valentijn. Is niet erg, maar het is een beetje jammer, want ik kwam beneden en ik heb wel een cadeautje van vader gekregen. Superleuk, maar ik heb liever een cadeautje van mijn Valentijn. Maar volgend jaar beter. Even kijken hoe met mijn ogen zit. Ja. Zoals jullie zien heb ik mijn sportoutfit aan. Ik moet zo weer trainen. Het is 11 uur. Dus daar ga ik nu naartoe. Daarna eventjes leren. En dan vanavond komt mijn broer en zo komen eten. Want we hebben bij een restaurant besteld. Gezellig. Jongens, ik hoop dat jullie dit verstaan. Want het bad staat weer aan. We hebben vandaag alleen eventjes gegeten met de fan. En verder heb ik het geleerd. Maar bij deze ga ik het vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik jullie volgende week weer. Doei!